We beginnen eerst in Berkel en Roderijs. De politie maakt vanavond meer details bekend over de fatale brand daar. Zondag 28 april. Dit is namelijk de man die daarbij overleed. De 20-jarige Youssef Bouyoumat uit Rotterdam. De foto werd speciaal door zijn moeder uitgezocht. Ze wil graag dat u zich hem zo herinnert. Op zondag 28 april woedde er een grote brand in Berkel en Roderijs. We staan hier aan de Noordeindseweg in Berkel en Roderijs. Daar is vanmiddag rond 3:30 een brand uitgebroken in een schuur die tegen een woning aanstaat. De brandweer doet er alles aan om die brand onder controle te krijgen. We hebben meerdere brandweerwagens ter plaatse. Een droneteam die vanaf boven kan kijken waar we moeten blussen. Die drone maakte onder andere het warmtebeeld links, waarmee door de rook kan worden gekeken. Zo'n warmtebeeld helpt bij het bepalen waar je effectief en veilig kunt blussen, maar kan soms ook zien of er nog mensen binnen zijn. Dat leek hier niet het geval. Tot een dag later, toen de afgebrande panden betreden konden worden. Dan wordt in een uitgebrande auto in de loods een lichaam gevonden. Ja, en het slachtoffer in die auto was dus Youssef Bouyoumat. Ontzettend naar trieste einde. Er werden vrij snel wel twee verdachten aangehouden. Een 28-jarige man zonder vaste wonen- of verblijfplaats en een 21-jarige Rotterdammer. Hun hechtenis is verlengd. Heel opmerkelijk, een van die gearresteerde mannen die betrokken lijkt bij de brand was al lang vrienden met Youssef. U zult begrijpen dat Youssef's familie zo graag wil weten wat er vlak voor en tijdens die brand is gebeurd en hoe die brand is ontstaan. En is Youssef zelf achtergebleven? Of is hij misschien achtergelaten? En ook de politie krijgt vanavond heel graag informatie over wat er in die schuur gebeurde. En hoe bijvoorbeeld de band was tussen Youssef en die aangehouden mannen. En dat is niet het enige. We zijn dringend op zoek naar getuigen dus. Die brand die is op 28 april, zondagmiddag rond 3:30 is die ontstaan. En mogelijk door brandstichting. En naast die getuigen willen we ook heel graag met mensen praten die misschien weten wie daar nog meer in die schuur kwamen. We willen ook weten of die auto, die zwarte Kia Picanto, daar vaker gezien is. Youssef was de eigenaar van die auto, maar misschien zijn er ook wel andere mensen met of bij die auto gezien. En dat zijn op dit moment echt cruciale details voor ons. Natuurlijk willen we ook nog weten of er mensen zijn die beelden hebben van de middag voor de brand. Of van de bezoekers die daar misschien wel geweest zijn. En zulke beelden kunt u heel makkelijk sturen met een tipformulier op onze site. En maakt u zich zorgen dat iemand te weten komt dat u tipt, bel dan het team Nationale Inlichtingen of Anoniem M. Maar het snelst kan de recherche verder als u nu 0800 60 70 belt. Dat is dus het nummer van de opsporingstiplijn voor alle zaken vanavond. We zijn er live. Als u het nummer intoetst, dan kunt u direct kwijt wat u zag of vermoedt.